wat is de invloed van de komst van social media geweest op uw werk? Hebben we het over telefoon, internet? E-mail? Ik denk dat een social media... Kijk, social media is nu helemaal niet weg te denken. Facebook, Instagram zijn de belangrijkste... En natuurlijk WhatsApp. Zijn de belangrijkste instrumenten nu die je kan gebruiken om je werk naar het publiek te brengen. Want een artiest maakt een werkstuk en die wil het graag tonen aan het publiek. Dat is dat trotsgevoel dat je dan krijgt wanneer je het toont aan het publiek. En nu kan je met deze opties van, Facebook en Instagram, WhatsApp, kan je deze instrumenten gebruiken om je werk naar duizenden mensen tegelijk voor duizenden mensen tegelijk zichtbaar te maken. En ten tijde van die eerste solo-expositie, 2006, was dat nog niet in beeld. Dus toen was het, ja, krant, de radio. Ik zei niet dat ze niet meer valide zijn, maar social media heeft meer bereik op dit moment. En als je afbeeldingen nodig hebt om iets te bestuderen, bijvoorbeeld een verhouding, of zou je vroeger nog even opzoeken in een boek, maar nu is het even opzoeken op het net en je hebt het sneller voor je. Dus dat is een voordeel. Zo is het. Dit. En heeft het ook invloed op uw werk? Ik denk het. Wat vroeger voor social media ging het mijn werk via bekendheid, maar nu krijg ik rechtstreeks van de belangstellende rechtstreeks een vraag en rechtstreeks contact. En binnen een seconde hebben ze een visual tour van me. Want het maakt niks uit meer waar je woont. Ik de laatste tijd veel uit Europa en Engeland en Amerika. Van wat heb ik, kan je me laten zien. Dus het heeft invloed, ja. Heel veel, ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.